Jairo Riederwald 2-1 winnen bij Panathinaikos. Maar dat zag het in het begin niet naar uit, hè? Ja, ten eerste dank u wel. En inderdaad, in het begin zag het er niet zo uit. We waren niet fel. We wonnen onze duels amper en kwamen ook nog op een hele knullige wijze op achterstand. En ja, dan loop je gewoon zeker een half uur lang achter de feiten aan. Ben je zoekende naar de vrije man en ja, dan loopt het even niet en dan kijken we elkaar aan. Maar ik denk einde eerste helft zagen we wel, zag het er weer beter uit. Veel dreiging vanaf de zijkant, we onderschepten ballen met Hakim. We werden feller en ja, toen merkten we ook wel dat we, zeker na die 1-1, dat we hier zeker 3 punten te halen vielen. Ja, die 1-1 van Bertrand Traoré, dat was echt een sleutelmoment. Ja, zeker wat ik zeg. In het begin waren we zoekende en eigenlijk na die 1-1, wat je zegt, toen kregen we ook meer geloof erin. En toen zag je ook aan het hele team, we waren feller. We gingen lekker de voetballen vrijer en toen keken we elkaar aan in de rust en zeiden we tegen elkaar van hier zijn gewoon 3 punten te halen. En dat hebben we gedaan. Het was echt een heksenketel, vooral in de eerste helft. Er werd vaak uitgefloten. Tweede helft was het publiek een stuk rustiger en dat is meestal een goed teken. Dat is zeker een goed teken. Dat is wat je wil natuurlijk. Ja, je komt hier aan met de bus en het is gelijk al een heksenketel hier in het smalle straatje hierachter. Ja, het is dan om ze stil te krijgen. En de eerste helft was het nog wel heksenketel omdat ze 1-0 voor stonden. Maar uiteindelijk ging ze ook fluiten voor hun eigen publiek. En dat is iets wat wij goed doen dan. Jullie kwamen steeds beter in de wedstrijd. 67 minuten, strafschop voor Ajax. Davy Klaassen achter het bal. Meestal verwacht je dan dat de bal erin ging. Maar het liep anders. Ja, het liep anders inderdaad. Keepers trainer zei tegen mij, ik moet erbij zijn. En op het moment dat hij hem raakt, denk ik, misschien valt hij wel hier en hij viel daar en ik schiet hem gewoon binnen. Je maakte een speciaal gebaar om het te vieren. Kun je vertellen wat dat betekent? Ja, ik was met Traoré. Ik zeg tegen hem van wanneer komt je eerste goal? Ik heb dat elke week tegen hem gezegd. En hij zegt, als jij gaat scoren, ga ik ook scoren. En dan doen we deze dans. En ja, toevallig hij scoort en in de tweede helft ik score. En ja, dus dan was het moment. Ja, dus het kan geen toeval zijn. Kan geen toeval zijn, hè? Nee. Je scoort niet vaak, maar als je scoort is het belangrijk. Tot nu toe wel, ja. Dan is het de vraag van wanneer maak je die wedstrijd helemaal af? 3-1 lag in de lucht. Ja, nee, dat is. Je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, als we even iets rustiger zijn voor het goal, dan maak je zo 3-1 en misschien nog wel 4-1. Maar ja, dan zijn we toch weer te gehaast. Ik bedoel, op een gegeven moment liep ik volgens mij met z'n vieren. Richting 2 mensen en op een heel laag tempo. Dus als we het even rustig uitspelen, dan kunnen we nog zelf kiezen wie er gaat scoren. Maar ja, dat deden we niet en dat is wel zonde. Want voor hetzelfde geld valt die lange bal van 1 keer goed en dan is het 2-2. Dat hebben we ook vaak genoeg meegemaakt hier bij Ajax. Dus het is nu zaak om ook gewoon wedstrijden af te maken en gewoon zakelijk 3-1 en naar huis. Dus, je kan de ploeg een compliment geven, want ook in de slotfase was het nog eventjes hectisch. Een paar mensen eraf met een rode kaart. Jullie bleven rustig. Ja, zeker, dat is hectisch en ik vond dat wij dat ook wel slim deden. Als je kijkt, dat opstootje met Nemanja Gudelje, kwam een rode kaart uit. Hier nog een elleboog van Joël Veldman, of je hem raakt of niet, dat hoort erbij. Dat is gewoon internationaal niveau, soms gebeurt het ook bij ons. En ja, dat zijn toch die gele kaarten en uiteindelijk hebben we eigenlijk 2 rode kaarten ja, niet aangesmeerd. Maar ja, misschien met een beetje theatraal, maar dat hoort er ook bij, toch? Jullie wonnen eerder bij PAOK Saliki, vandaag hier. Griekse heksenketels, die liggen jullie wel? Ja, die liggen ons wel. Tot nu toe hebben we goede resultaten gehad. En wat je zegt, het is lekker dat je hier met 3-1 wint. Maar 3 punten zijn binnen. Is een mooi begin van deze groepsfase. En hopelijk het begin van iets moois ook. Ja, en van de heksenketel in Athene, bij Panathinaikos, naar de uitwedstrijd tegen Heracles. Ja, dat is niet schakelen. We moeten gewoon, we leren van hier natuurlijk dat we niet scherp zijn begonnen. Dat moeten we zondag gelijk weer doen. Gelijk scherp beginnen, gelijk erbovenop vliegen en laten zien dat we helemaal niet moe zijn of dat we helemaal niet hun onderschatten of iets. Want dat kan totaal niet, zeker niet in deze fase waar wij in verkeren. We moeten gewoon 3 punten pakken met goed voetbal en dat gaan we zondag doen. Nu heel even genieten. Ja, toch wel even genieten hoor. Ja.